sta dus op een aparte plek, namelijk ik sta in Perm en het is voor het eerst dat ik niet zelf de camera in de hand heb, maar dat iemand anders de camera in de hand heeft, namelijk de gids van vandaag, een hartstikke lieve vrouw die alles voor mij heeft vertaald. Ik ben in Perm en ik ben in het museum waar er vroeger de gulag was, dus vanaf 46 tot 87, dat is de tijd van Stalin tot Gorbachev, hier een kamp was waarin alle gevangenen werden opgesloten. Ik sta hier voor een gigantisch een soort schilderij met allemaal foto's van Lenin en Stalin, die herkennen jullie wel, maar ook een Dzerzhinsky of een Beria, allemaal mannen die ervoor hebben gezorgd dat er heel veel repressie was in de Sovjet-Unie. Een van die voorbeelden daarvan is de tekst die hierboven staat. Er staat vrij vertaald, Marxisme is eeuwig, want het is de waarheid. Daar gaat het om. En ik ben hier in een kamp en het is heel indrukwekkend, want ik zie heel veel te zien geweest. Hoe mensen zijn onderdrukt. Ik ben natuurlijk in Auschwitz geweest, ik ben in Tsjernobyl geweest, allemaal indrukwekkende plekken. Maar dit was ook weer een zeer indrukwekkende plek waar ik een zeer goede rondleiding heb gehad. Ik was de enige. En de plek is hier gemaakt om de geschiedenis voor de Russen duidelijk te maken. En ik loop nu even naar een laatste schilderij. En dit is een heel bekend propagandamiddel hier ook in de Sovjet-Unie, waarin staat, kijk in mijn ogen en vertel me de waarheid. Wie is je vriend? Wie is je vijand? De mensen die mij vandaag hebben rondgeleid hebben mij heel veel verteld over Rusland. Hebben mij heel goed verzorgd. U ziet het mooie vest wat ik aan heb gekregen van de mevrouw bij wie ik slaap. Ik ben heel erg naar mijn zin. En het is weer een stukje historie waar ik ben. En ik ben heel erg blij dat ik hier ben geweest, hier in Perm. En thank you very much to both of the guides. Спасибо. Спасибо.